Oké, voordat we echt met de geschiedenis zelf aan de slag kunnen gaan, moeten we eerst natuurlijk eens even kijken, ja, wat die geschiedenis precies is en ook hoe dat er dan precies in het boek uitziet. Dus wat we eerst gaan doen, is eerst maar eens even kijken hoe de geschiedenis nou eigenlijk ingedeeld wordt. En ja, die geschiedenis wordt ingedeeld in 10 perioden. En die perioden die hebben allemaal hun eigen teken, hun eigen symbool. Dus, we gaan eens heel kort even door die 10 perioden heen lopen. En vervolgens zullen we gaan kijken van ja, hoe dat dus in het boek terug te zien is allemaal. Oké, we beginnen linksbovenaan, we gaan het rijtje naar beneden en daarna pakken we het rechter rijtje. De eerste periode, dat is de periode van de groot deel eigenlijk de prehistorie, de voorgeschiedenis. De tijd van de jagers en de boeren, dat is een heel lange periode die duurt tot ongeveer 3000 voor Christus. Want rond die tijd wordt het schrift uitgevonden. Vanaf dat moment zijn er steeds meer geschreven bronnen. En vanaf dat moment kunnen we de geschiedenis pas echt gaan bestuderen. En de tijd ervoor, voor 3000 voor Christus, is het bestuderen van de geschiedenis dus een stuk lastiger. Maar goed, tijd van jagers en boeren. Ieder tijdvak, want daar hebben we het hier over. Deze 10 symbolen staan allemaal voor een bepaald tijdvak. Ieder tijdvak heeft zijn eigen titel. In ieder geval dus de tijd van de jagers en de boeren. En dat geeft eigenlijk al een beetje aan waar het tijdvak over gaat. We hebben het hier dus blijkbaar over mensen die in eerste instantie vooral jaagden op hun voedsel. En die later steeds meer als boer gingen leven. Dit is ook tegelijkertijd hoofdstuk 1 van het boek. En dat is dus een heel lange periode. Maar je zult zien dat het kortste hoofdstuk is van het hele boek. Waarom? Simpelweg omdat we er heel weinig van weten. Er zijn heel weinig bronnen van overgebleven. Oké, tweede tijdvak, tweede hoofdstuk dus ook, is de tijd van de Grieken en de Romeinen. Een periode van 3000 voor Christus tot 500 na Christus. 3500 jaar. Je ziet hieronder een tijdbalkje verschijnen. Maar ik heb het wat in moeten korten, dit tijdvak, door middel van die twee streepjes, want anders past het daar niet helemaal op. Dit is een heel lange periode, 3500 jaar dus, waarin de klassieke oudheid, de tijd van de Grieken en de Romeinen, centraal staat. Nou ja, zo lopen we eigenlijk steeds verder door de geschiedenis heen. De tijd van de monniken en ridders, het begin van de middeleeuwen. En dan ook de tijd van de steden en staten, het einde van de middeleeuwen. Vervolgens gaan we langzamerhand een nieuwere tijd in. De vroegmoderne tijd wordt die vaak ook wel genoemd. En dat is de periode van ongeveer ja, 1500 tot zeg maar 1700 of 1800. Verschilt een beetje hoe je dan naar kijkt. Maar goed, dat begint dus die vroegmoderne tijd met het tijdvak van de ontdekkers en hervormers. En wat je ziet gebeuren is eigenlijk dus, als je naar die tijdbalk gaat kijken, dat die tijdvakken steeds korter worden. Dat eerste tijdvak, die tijd van jagers en de boeren, duurde tot 3000 voor Christus. Maar daar gaan dus tienduizenden, misschien wel honderdduizenden jaren aan vooraf. Dat tweede tijdvak van die Grieken en die Romeinen, dat is dus 3500 jaar. Het volgende tijdvak telt nog maar 500 jaar. En dat geldt ook voor die tijd van die steden en staten. En nu zien we al die tijd van de ontdekkers en de vormers, dat is nog maar 100 jaar. En dat zien we ook bij die tijd van de regenten en de vorsten, het volgende tijdvak, van 1600 tot 1700. Hetzelfde geldt voor de tijd van de pruiken en revoluties, 1700 tot 1800. En ook voor de tijd van de burgers en de stoommachines, 1800 tot 1900. Vier tijdvakken van allemaal 100 jaar. En we zien dus dat het steeds korter, dat die periodes, die tijdvakken steeds korter gaan duren. Waarom is dat? Nou, eigenlijk heel simpel. We komen steeds dichter bij onze eigen tijd en dat betekent dat er steeds meer bronnen zijn overgebleven, dat we steeds meer informatie over die tijd hebben. En dat we dus ook beter het verschil aan kunnen geven tussen het ene tijdvak en het andere. Voor die prehistorie, die tijd van de jagers en de boeren, is dat nog heel erg lastig. Grieken en de Romeinen die hebben al wel weer wat meer overgelaten. Uit de middeleeuwen zijn weer meer bronnen enzovoort. En zo kun je dus steeds beter het verschil aangeven. En dan zie je dus dat als we dan in onze eigen tijd aankomen, dat de tijdvakken nog korter duren. Namelijk de tijd van de wereldoorlogen, die maar 50 jaar duurt. En dan komen we tenslotte in onze eigen tijd. De tijd van de televisie en de computer wordt dat op dit moment genoemd. En dat is de periode vanaf 1950. En in dat tijdvak, daarin leven we eigenlijk nu nog steeds. Televisie en zeker computer spelen natuurlijk een heel belangrijke rol in ons leven.
Oké, dus hier hebben we een overzicht van eigenlijk de hele geschiedenis. Je ziet hier dus al een beetje aan de namen en aan de symbolen wat voor onderwerpen er allemaal voorbij gaan komen. Dit is natuurlijk allemaal heel erg globaal, maar ik wil het je even laten zien, zodat je een beetje een indruk hebt van het verloop van de geschiedenis. En een beter verloop van de geschiedenis zien we natuurlijk terug in ons boek. En we zien hier 10 tijdvakken. Nou, en het zal je dan ook niet verbazen dat het boek uit precies 10 hoofdstukken bestaat. Ieder hoofdstuk gaat over een van deze tijdvakken. En daarbij is dan zo'n hoofdstuk weer in verschillende paragrafen onderverdeeld. Maar laten we het boek er eens bij gaan pakken. Ik heb hier als voorbeeld even het begin van hoofdstuk 2 genomen, tijdvak 2, de tijd van de Grieken en de Romeinen. En ik heb hier het HAVO-boek als voorbeeld genomen. Ik had ook het VWO-boek kunnen pakken. Qua opzet zijn die twee boeken hetzelfde, alleen in het VWO-boek staat iets meer informatie. Maar goed, het VWO heeft dan ook een jaar extra natuurlijk. Nou, ieder hoofdstuk begint dus met een inleidend verhaal op twee blauwe pagina's. Dan staat er dus in dit geval hoofdstuk 2. We zien weer dat symbooltje staan, de tijd van de Grieken en de Romeinen. En vervolgens krijg je dus het inleidend verhaal. In dit geval over keizer Trajanus. Nou, een heel verhaal over hem. En eigenlijk, hoe interessant het hele verhaal misschien ook is, heb je dit voor het leren straks, voor toets of zo, heb je dit niet nodig. Meestal kijken we al even naar het verhaal, maar hierin staat nog niets wat je echt moet leren. Dat wordt al een beetje anders als we de pagina's omslaan. Weer twee blauwe pagina's. En ja, deze twee blauwe pagina's die zien we ook de hele tijd terugkomen. De wereld in de tijd van. En in dit geval dus in de tijd van de Grieken en de Romeinen. Altijd een kaartje met een soort overzicht over ja, welk gebied hebben we dan eigenlijk. Hoe ziet de wereld er in die tijd dus uit. Bovenaan een tijdbalk. En dan zie je dus nogmaals 3000 voor Christus tot 500 na Christus. Een hele lange periode dus. Met een aantal van de belangrijkste gebeurtenissen worden erin al genoemd. Bovendien worden er door middel van die kleuren, hier zie je een hele lange rode balk, worden er al perioden eigenlijk aangegeven. Ook weer verschillende perioden binnen dat tijdvak. Zo zie je bijvoorbeeld in dit blauwe vakje, dit is dus de tijd van het Perzische Rijk. En dat paarse vak geeft aan, nou dit is eigenlijk de tijd van het Romeinse Keizerrijk. Niet van het Romeinse Rijk, want die periode is lang, van de keizertijd van de Romeinen. Oké, dus er wordt op verschillende manieren al een beetje een overzicht gegeven van het hoofdstuk. In een tijdbalk, in een kaartje en hieronder dus ook nog in een heel verhaal. En dat begint eigenlijk altijd op dezelfde manier. Kort wordt even aangegeven hoe het tijdvak eruit ziet, over welke periode hebben we het nou, welke volkeren zijn dan vooral belangrijk, welke ontwikkelingen spelen er in die tijd. Vervolgens wordt er gekeken naar de wereld. Nou, hoe zag het er elders op de wereld uit? Wat waren de grote rijken op dat moment? En de blik wordt dan steeds verder ingezoomd naar onszelf. Wat gebeurde er eigenlijk precies in Europa in die tijd? En als laatste, hoe zit dat eigenlijk in Nederland in die tijd? Nou, eigenlijk gewoon een beetje dus een kort overzicht van, zoals de titel ook al zegt, de wereld in de tijd van de Grieken en de Romeinen. Of de wereld in de tijd van de steden en staten. Of de burgers en de stoommachines. Of net welk hoofdstuk het over gaat. Nu denk je misschien, ah, dat is fijn, die tijdbalk. Ik ga al die jaartallen, die ga ik meteen uit mijn hoofd leren. En ik ga deze twee pagina's, die ga ik eens even goed bestuderen. Dan heb ik al een samenvatting. Nee, helaas, dan heb je het mis. Dit is een kort overzicht ter introductie. En het is uiteindelijk niet bedoeld om er echt van te leren. Want er zijn nog veel meer belangrijke gebeurtenissen dan die hier boven in die tijdbalk bijvoorbeeld genoemd worden. En aan de andere kant staan er ook een aantal dingen in die je uiteindelijk helemaal niet hoeft te weten. Hoe het er in de rest van de wereld aan toe gaat, ja, het is heel interessant, maar wij richten onze blik toch vooral op Europa, op het Westen. Gebruik dit niet als een samenvatting, gebruik dit als een soort introductie. Wat moet je dan wel kennen voor een toets? Nou, dat zijn de paragrafen zelf. En daar zullen we nu eens naar gaan kijken. We gaan gewoon even verder in het boek. Paragraaf 2.1. Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat. Daar gaat de paragraaf eigenlijk over. Oké. En dan zullen je al meteen een aantal dingen opvallen. Als je het boek bijvoorbeeld vergelijkt
met het boek dat je in de onderbouw hebt gebruikt. Er is veel meer tekst, er zijn veel minder plaatjes. Ja, meneer, moet je die allemaal kennen? Wordt er dan gevraagd. Ja, uiteindelijk zul je dit allemaal moeten kennen. En dat lijkt in het begin misschien heel erg lastig, lijkt heel erg veel. Maar als je ermee aan de slag gaat, en vooral als je weet hoe je zo'n tekst aan moet pakken, dan komt het echt wel goed. Oké, we gaan eens gewoon kijken naar wat we allemaal zien op deze twee pagina's. En ik had net zo goed ieder andere paragraaf kunnen pakken, maar deze paragraaf 2.1 dus even als voorbeeld. Oké, paragraaf 2.1. Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat. Daar gaat het dus over. En dan zien we daarnaast iets staan wat heel belangrijk is, maar wat veel mensen over het hoofd zien. Deze paragraaf gaat over het kenmerkende aspect, de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. Zo, dat is een hele mond vol, maar tegelijkertijd is het ook de kortste samenvatting die je van een paragraaf kunt hebben. Iedere paragraaf gaat namelijk, zoals het hier wordt genoemd, over een kenmerkend aspect. Eigenlijk heel simpel, we hebben 49 paragrafen in het boek, die gaan over 49 kenmerkende aspecten. En je wordt straks geacht die kenmerkende aspecten te kennen. Zullen we later nog op ingaan in een ander film. Maar hier wordt dus eigenlijk al gezegd, deze paragraaf gaat over de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. Oké, dus het gaat over twee dingen. De ontwikkeling van het wetenschappelijk denken, dat is één. En het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. Dat is twee. Als je die twee dingen, als je die uit kunt leggen, als je daar voorbeelden bij kunt geven, als je weet wat er bedoeld wordt met bijvoorbeeld een begrip als burgerschap en politiek, als je weet wat de Griekse stadstaat is, dan ken je de paragraaf. Dus iedere keer als je een paragraaf hebt geleerd, moet je voor jezelf eens nagaan, snap ik nou dit kenmerkende aspect wat hierboven staat? Oké, maar goed, we zullen eerst eens nou naar de paragraaf zelf gaan kijken. De tekst begint iedere keer met een inleiding. Dat kan iets zijn waar al meteen belangrijke informatie in staat, maar vaak wordt het vooral gebruikt als een soort voorbeeld ter introductie van het onderwerp. En vervolgens komt de echte leertekst. En die is verdeeld in tussenkopjes. De eerste alinea's gaan dus over de Atheense democratie, politieke discussies, wetenschappelijk denken. Er wordt structuur in de tekst aangebracht. En het is belangrijk dat je daar oog voor hebt. We zien ook in de tekst zelf zien we belangrijke woorden, belangrijke begrippen, zien we dik gedrukt. Stadstaten, landbouw, stedelijke samenleving, monarchie, noem het allemaal maar op. Al deze begrippen kun je in de begrippenlijst vinden aan het einde van ieder hoofdstuk. En denk nou niet dat als een begrip in hoofdstuk 2 dik gedrukt is, dat het dan alleen voor hoofdstuk 2 belangrijk is. Nee. Zo'n begrip wordt hier voor het eerst genoemd, dus wordt hier ook uitgelegd in de begrippenlijst. Maar bijvoorbeeld een monarchie, een staat waar dus een koning aan het hoofd is, dat hebben we nu nog. Nederland is nu ook een monarchie. We hebben koningin Beatrix die aan het hoofd staat van ons land. Dus zo'n begrip als monarchie wordt in hoofdstuk 2 uitgelegd in de begrippenlijst, maar is ook van belang in hoofdstuk 3, in hoofdstuk 4, in hoofdstuk 5, in alle hoofdstukken. Dus begrippen moet je altijd goed kennen en je moet ze los kunnen zien van het hoofdstuk waar het nu allemaal in staat. Nou ja, deze teksten zullen in het begin misschien een beetje abstract zijn, maar daar zullen we naar gaan kijken. We hebben een aantal plaatjes. Daarin wordt de tekst eigenlijk geïllustreerd. En we hebben ook nog bij iedere paragraaf zo'n paars vak waarin één ding er in het bijzonder wordt uitgelegd. In dit geval dus de Griekse filosoof Socrates. En daarin wordt wat meer over hem verteld. Nou, het belangrijkste is nu de gewone tekst. De tekst zelf. Oké, een hele korte eerste indruk van het boek. Het lijkt mij verstandig als je nu zelf gewoon maar zo'n beetje doorheen gaat bladeren. Dan raken we er ook als eerste vertrouwd mee. Succes!